En BN De Stem van donderdag een verhaal over de ANWB-enquête over de kilometerheffing. De uitslag van die enquête is bekend en het blijkt dat de meeste mensen het op zich wel een goed idee vinden dat mensen die meer auto rijden ook meer betalen. Alleen de kilometerheffing zoals minister Eurlings die voorstelde, dat vinden ze geen goed idee. Verder een interview met Teteringenaar Han Olden. Die deed promotieonderzoek naar bedrijventerreinen. En hij concludeert dat de overheid behoorlijk gefaald heeft als het gaat om het beleid ten opzichte van bedrijventerreinen. Er zijn veel te veel nieuwe terreinen aangelegd en men had veel beter eerst de oude terreinen kunnen herstructureren en op die manier ruimte kunnen vinden. En dan hebben we onze uitgids weer bij de Donderdagkrant zitten en daarin onder andere een verhaal over mode. De kleur is zwart dit jaar en we hebben een interview met de hoofdrolspeelster van de Millennium-trilogie, de films naar de boeken van Stieg Larsson.